Dames en heren, welkom in de Crimo Bambino Show. We zijn op het moment bij Radio 103.3 FM. Radio Steunkous. Radio Steunkous. Zou u wat willen vertellen tegen mijn kijkers? Ja, ik wil wat vertellen. Ik weet niet wat. We zijn Radio Steunkous. We zijn heel blij dat Crimo er is. Samen met een vriend van hem. En hij gaat zo iets vertellen over zijn project met ouderen, geloof ik. Inderdaad. En nou, we hebben ook al iets voor jou klaarstaan. Ik wilde iets voor jou laten horen. Mag ik dat even laten horen? Ja, tuurlijk. Is dit een geschikt iets? Dit is wel een heel realistische, een heel, ja, hoe moet je het zeggen? Het omschrijft heel erge situatie waar veel jongeren zitten. Alleen, ik zelf heb één, dit liedje heb ik een tijd geleden opgenomen. En ik zeg daarvan, ik wou dat alles anders was. Ik opnieuw geboren werd in een wereld die niet naar de kanker was. Maar sinds een tijd ook, weet je, ik bedoel dat woord niet slecht. Maar weet je, ik heb er ook iets tegen, ook als mensen dat woord zomaar gebruiken. Okay. Maar aan de ene kant heb ik weer iets van, ik geef wel duidelijk aan hoe erg die situatie is. Dus. Ja, staat daar, je hebt die andere licht genomen, dan kan die deur niet in. En ik heb er geen pasje van. Maar moet je even aan hun vragen, zij hebben... Ik heb ook wel één nummer die wel scheldwoordvrij is. All the Answers heb ik hier. Mokkentrommel. Ja, die All the Answers is scheldwoordvrij. Daar heb ik ook een Firebird. Is een Engelstalige reggae song. Dus dames en heren thuis. Ik hoop dat jullie zijn ingelogd. Ingetuned. Want anders vind ik het gewoon niet leuk hoor. Hij even op. Dus leuk om hier ook aanwezig te zijn en te kijken wat ik kan doen. Want we zijn bezig voor de bejaarde mensen een leuk project te starten. En ik kan jullie, jij daar, jij mag ook helpen man. Kom op man. Hey. Na de reclame zijn we terug.